Mag ik het zeggen? Ja. Ze doet kevelpijn en je doet je nooit aan. Ja, klopt. Ik heb mezelf al binnengelaten. Mijn slachtoffer is er al daar aan de kledingkast. Het zit een 500.000 volgers. En het is Celine Schapen! Hoe is het? Zeg, ik zit hier in het verre Limburg. Ga ik hier goede dingen in jouw kleerkast zien? Ik hoop het. Ja, ik volg je op Instagram. Ik heb al eens gekeken. Dus je ziet er toch altijd goed gekleed in. Dank je, dank je. Maar, dat wil niet zeggen omdat je daar op Instagram goed uitziet. Nee, dat is waar. Ik kan ook wel echt zo'n couch potato zijn thuis. Ja. Nu vind ik je toffer. Ja, yes. Gaan we eens beginnen met jouw kleerkast. Spannend. Oké, we gaan. Het is echt veel. Ja. Gaan we eens beginnen met jouw favoriete kledingstuk. Ja. Want daar voel ik dat een moeilijke gaat zijn. Ja, dat is echt een moeilijke. Ja, dan ga ik voor een broek gaan, denk ik. Of is dat heel lame? Ja, ik vind dat lame. Ja, is ja, dat? Toont dat. Het is zo'n straight mom jeans. Ah ja. Dat is toch wel nog leuk. Maar, ja, maar kijk, ja, kijk. Ja, dat is heel schoon. Ja, toch? Ik vind dat al opgekleed, hoor. Ja. Ja. Oei, nee, dat is voor mij echt wel zo mijn basic... Ja, dagelijkse outfit zo. Je wilt er niet goed uitzien en je denkt van, weet je, vandaag is mijn vent niet thuis, mijn kind niet thuis. Ik leef echt in deze joggings hier. Jij mocht de broek vasthouden. Dat is zo een biggetjeskleur. En zo suikerspin. Ik voel me echt een suikerspin als ik dit aan heb. Geef dit aan mij en ik lijk op een deugd. Ja. Allee, je moet er eerlijk zijn, je hebt een heel schoon lichaam voor. Ja, ik vind het echt zalig om aan te doen. Ja, dat snap ik. Ja. Dat snap ik. Ik ben echt geen dure shopper. Echt niet. Maar ik heb wel een duur item, maar dat is eigenlijk gekregen door een samenwerking. Okay. Via mijn shop. Maar ik moet echt eerlijk toegeven... Ik weet wat je gaat zeggen. Mag ik het zeggen? Ja. Ze doet kevelpijn en je doet die nooit aan. Ja, klopt. Ik heb die echt letterlijk één keer aangedaan en ik denk zelfs voor de foto alleen. Wat een marketing is dit. Ik heb nog geen ene vrouw horen zeggen die dat zit dat goed. Goed zit, hè? Nee, dat maar die kosten wel €800. Ja. Als er vrouwen zijn die Louboutins die comfortabel vinden, let me know, want ik heb ze nog niet gevonden. Nee, ik ook niet. Ik wist ook wat je ging zeggen. Ja, dat is echt. Als je zo echt romantisch wilt zijn, een beetje sexy. Ja, ik denk dat ik ook weer vrij klassiek ga gaan en voor de little black dress ga gaan dan. Ja, maar ik vind de little black, mag ik die ik zien? Ziet er heel simpel uit. Ja. Maar mooi strak aan je lichaam en hier zo wat los. Ja. Het kan snel omhoog gaan. Ja. En krijg je dan extra cadeautjes daarna? Sowieso. Ik moet zeggen, tegenwoordig weet ik wel beter wat ik... wil, maar ik denk dat ik mijn laatste flater begaan heb toen ik zwanger was. Ah ja, maar je had waarschijnlijk zoiets, ik ben volwassen, ik heb een kind. Ja, het is wel serveerster, tante Nonneke. Ja. Is dat een grootste miskoop? Nee, ik heb nog wel iets... Moet ik kijken? Oei. Ja. Wat? Kijk, dat is een shortje. Een shortje en dat is zo'n lapje. Je kon zo wat vork kunnen in steken als accessoire. Of zo'n bord als hoedje. Dat kon je doen, kon je als tafel gaan. Ja. Ah. Dat is echt mijn oudste item dat in de kast. Sorry. Nee, ik ga zeggen van wat het is. Dat had ik aan op Galabal, in het zesde middelbaar. En ik was toen ook al samen met Nick, mijn nu man. Ja. Dus daarom heb ik dat bijgehouden. Wat ik het chockerendste vind... Ja. Is wat je dat nog altijd kunt aandoen. Ja, dat is wel eigenlijk. Zwanger geweest, kleine gebaard en dan... Dat is vanaf ik 16 jaar en ik kan dat nog aandoen. Iedereen haat u nu. Het is eigenlijk dit jurkje. Ja. Omdat in die foto heb ik zo mijn pregnancy announcement foto gemaakt. Ja, dat vond ik wel leuk. En ook als ik dit kleedje nu zie, dan kan ik ook alleen maar denken aan zwangerschap. Zo. Zeg, jij hebt ook een webshop. Ja. Totally too. Heb je goed kunnen geld verdienen met de corona? Ja, ik moet zeggen, mensen zijn echt goed blijven shoppen. Wat is uw hoofdinkomsten? Is dat Instagram? Of eigenlijk dat... een beetje 50-50 wel. Ik heb ook zo'n leven. En dan nog één ding. Wat is uw lievelingspaar schoenen?
Ja, dat is misschien echt heel mainstream aan mijn Nikes, denk ik. Ja. Ja, maar ze zijn wel een beetje gecustomized. Mag ik ze laten zien? Ja, laat ze zien. Er staat een vlindertje op. Dat is toch nog cute, hè? Zeg, en heb je de Nikes van Dior? Nee. Weet je hoeveel dat die nu te koop staan? Nee. Wilt je dat weten? Ja. Dus als je die haalt, verdient die op dit moment 36.000 euro. Wow. Dus ja, hier zit je met die vlindertje, hè? Echt, hè? Ik heb customized Nikes. Dit is het allermoeilijkste. Mm-hmm. Maar echt, echt het allermoeilijkste. Oké. We hebben nu de Defriend outfit. Oeh. Ik mag iets kiezen wat ik eigenlijk... En dan moet je dat afgeven. Oh. Of je mag kiezen voor onze eeuwige vriendschap. Oeh. Schat, heel eerlijk, hè. Je bent nu jong en dat is mooi, maar later lijkt je echt... Allee, dat wordt maar vlotter, hè. Oh my god, mijn jogging, mijn favoriete jogging. Ik ben hard, hè. Oh my god, heel hard. Gaat geen goede vriend zijn. Beloofd? Ik beloof dat. Hè? Ik hoop dat je het waard gaat zijn, Jani. Ik ben echt een goede vriend. Ja? Oké, okay, ja. Ja. Dan neem ik afscheid van mijn mooie, lieve jogging. Yeah, maar we mogen niet knuffelen, maar normaal zou je niet een dikke knuffel geven. Dan heb je wel mijn eeuwige vriendschap. Ja, dat is ook wel veel waard, hè? Je mocht me altijd bellen. Oké, okay, doe ik. Goed? Pak deze mee en ik wil toch, ja. Ah, oké, ja. Ik heb me nooit een boek opgestuurd. Nee, oh.